Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe leesvlog. Ik heb net mijn pony even geknipt, want die was eigenlijk veel te lang en die deed ik eigenlijk elke keer zo opzij, omdat ik zo'n groot, bleek, kaal voorhoofd. Dus nou ja, ik heb hem even een beetje, ik weet niet of ik hem helemaal goed heb gedaan, maar oké. Maandagochtend, een nieuwe week, een nieuwe leesweek. Vakantie is voorbij, kinderen zijn weer naar school. Dus waarschijnlijk kom ik nu ook wel weer wat meer aan lezen toe. Omdat we, nou ja, ook even met het huis. Nou ja, ik moet natuurlijk wel bijhouden qua schoonmaken en opruimen. Maar we hebben nu geen foto's, zeg maar, die gemaakt moeten worden. Waarschijnlijk komt het huis pas einde van de week op Funda. Dus bezichtigingen zullen ook pas daarna komen. Dus een week waarin ik hopelijk, het is natuurlijk maart nu, een beetje een goede start kan maken qua lezen in maart. Ik ben nog steeds bezig in de Jaagster. Ik ben gisteravond tot pagina 300 tot 317 gekomen en ik wil vandaag minstens 100 pagina's lezen. Ik heb er net een paar gelezen al. Toen moest ik even wat dingetjes doen, dus ik denk dat ik nu gewoon even lekker verder ga. En als doel heb ik deze week deze uitlezen. Het tweede boek in de trilogie uitlezen. Dat is dan Robijn uit mijn hoofd. Van de Smaragd Robijn Onyx. En daar heb ik volgens mij al iets meer dan 100 pagina's van gelezen. Dus dat gaat ook wel lukken. En ik wil The 10,000 Doors of January uitlezen. Daar ben ik wel aan begonnen voor de vakantie. Ik zit volgens mij met 50 pagina's of zo in het verhaal. Dus nog niet zo heel erg ver. Maar die heb ik even van de week apart gelegd, want mijn hoofd was te druk. De kinderen waren natuurlijk vrij. En dat is wel een boek waar ik gewoon echt even in alle rust me op moet focussen, merk ik. Want als ik te veel afgeleid ben, dan kom ik niet in het verhaal. En dan wordt het een heel lastig verhaal om het te begrijpen en je er zeg maar in mee te laten voeren. Dus deze week wil ik die drie boeken sowieso uitlezen. Zou moeten lukken, denk ik. Mochten er geen rare dingen weer tussendoor komen die we moeten regelen of die gedaan moeten worden, dan zou dat moeten lukken. En als ik het heel positief inschat, zou ik die drie willen uitlezen en eigenlijk nog wel een ander boek van mijn TBR-stapel beginnen in ieder geval. Er ligt bijvoorbeeld ook een wat dunner kinderboek bij, dus misschien kan ik die ook nog wel uitlezen. Dan zou ik er vier hebben en dan heb ik een beetje een goede start voor de maand maart. Maar ja, de week is net begonnen, dus we gaan er nog eventjes rustig kijken of dat allemaal gaat lukken. Deze week, qua lezen, zou dus inderdaad goed moeten lukken. Ik denk dat het haalbaar moet zijn. Ik heb geen readathon nu lopen, dus ik heb gewoon mijn TBR-stapel gepakt. Voornamelijk recensieboeken, maar ook boeken van series die ik dit jaar uit wil lezen, omdat ik daar ook een klein beetje, nou ja, in wil blijven doorgaan. Want ik wil eigenlijk ook wel een nieuwe serie starten dit jaar. En verder heb ik ook wel dat ik deze week heel veel recensieboeken die ik al heb gelezen, die heb ik al op de foto gezet, dat ik die wil wegwerken qua recensies op mijn blog. Want er ligt nog een flinke stapel. En dan heb ik ze wel misschien vlot gelezen nadat ik ze heb gekregen. Maar dan moet ik ze eigenlijk ook wel natuurlijk vlot op mijn blog voorbij laten komen. Anders heeft het nog geen nut. Vandaag komt trouwens nog een boek binnen van bol.com. Ik had De Vrede Prins, Cruel Prince van Holly Black. Zeg ik dat goed? Heet het zo? Vrede Prins? Volgens mij wel. Die had ik besteld, want die was nu met gouden sprayed edges volgens mij de eerste druk. En ik wilde hem al wel een keer lezen. Misschien ook wel in het Engels, maar ik dacht van, nou, hij is nu in het Nederlands, dus laat ik hem in het Nederlands doen. En ik had een cadeaubon. Of had ik van deze geen cadeaubon? Nee, volgens mij heb ik deze gewoon gekocht omdat ik het leuk vond. Dus die komt vandaag nog binnen. Die zal ik ook nog wel even laten zien, of vanmiddag of morgen. En voor de rest zien we het wel. Ik ga nu even lekker lezen. Andries ligt nog op bed, die heeft avonddienst, dus die zal zo zijn bed wel uitkomen. En dan ga ik even wassen wegwerken en dat soort dingen, want we moeten het wel een beetje bijhouden nu het huis zo netjes is. Want als we dan kijkers krijgen, wil ik niet dat ik weer in de stress schiet omdat ik alles moet gaan schoonmaken en klaar moet maken. Maar nu eventjes ontspannen en lekker lezen. Ik heb in mijn vorige vlog al wel verteld waar het een beetje over gaat. Je volgt verschillende verhaallijnen. Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. De Jaagster is een nazi-vrouw die
kinderen heeft neergeschoten, Joodse kinderen. En zij is ontkomen en er is een man, Ian, van wie zijn broer is vermoord door haar. Hij heeft als een soort van baan om oude nazi's, sommigen waren niet oud, maar nazi's op te sporen die zijn ontkomen en om ze in te rekenen, dus dat ze alsnog worden berecht. En de jaagster is eigenlijk zijn hoofddom, dat natuurlijk een persoonlijk tintje heeft. Je volgt het verhaallijn van Jordan na de oorlog. Haar vader is weduwnaar en die krijgt een nieuwe relatie met een vrouw, Annalise. En Jordan vertrouwt het allemaal niet zo. Maar die heeft op een gegeven moment zoiets van, ik zal het wel helemaal verkeerd hebben begrepen. Die heeft die vrouw ermee geconfronteerd wat zij dacht dat er allemaal aan de hand was. En die vrouw kon dat weer leggen. Maar je voelt als lezer wel, er klopt iets niet. En je volgt het verhaallijn van Nina. Een Russische vrouw die in de oorlog heeft gevochten via de lucht. Dus via de lucht. Die was piloot. Zij schijnt de enige ooggetuige te zijn van de jaagster. Zij is aan haar ontkomen. Want van de jaagster zijn verder, er is geen naam bekend. Er zijn geen foto's. Dus Ian die schakelt Nina in om te helpen met de zoektocht naar de jaagster. En Nina heeft ook wel vroeging, want die heeft die vrouw gezien. Die heeft gezien wat ze heeft gedaan. En die wil haar eigenlijk ook gewoon omleggen. Laten we maar even kort door de bocht zo zeggen. Dus je volgt door die verschillende verhaallijnen. Blijft het gewoon een heel interessant verhaal. Het is best wel een redelijk dik boek. Maar het leest lekker. De personages worden goed beschreven qua emoties en gedachtes. En het is gewoon een heel interessant verhaal. Dus ik ga er nu lekker in verder duiken. En ik hoop eigenlijk dat ik deze vandaag, weet ik niet of het gaat lukken, maar in ieder geval morgen uit heb. Want dan kan ik alweer een boekje afstrepen van mijn TBR-lijst. Dat ga ik nu doen. En ik ben toch al veel te lang aan het lullen. En jullie zien mij wel weer terug wanneer ik weer ga vloggen. Dus doeg! Beloofd zou ik nog even het boek laten zien die binnenkwam. De Vrede Prins. Limited Edition met gouden, glimmende sprayed edges. Echt super blij mee. Deze kwam dus binnen. Die had ik besteld omdat ik zag op Facebook volgens mij dat de eerste editie die limited edition zou zijn. Dus ik heb gewoon de gok gewaagd. Want ik had een vriendin van mij geappt die op de zaterdag wel eens werkt bij een kinderboekenwinkel in Voorburg. Ik dacht, dan ga ik daar halen, want dan steun ik de boekenwinkel daar. Maar die hadden hem niet, dus toen dacht ik, hier zijn verder in de buurt niet heel veel boekwinkels. Eigenlijk, niet heel erg veol. Dan bestel ik hem maar gewoon met bol.com. Dus vandaar dat ik hem gewoon heb besteld. Dus ik heb geen echte ruimte meer, dus dan moet ik hem neerleggen. En dat ik hem maar even daarbovenop leg. Het is echt helemaal vol, echt heel erg. Thomas is nu aan het douchen. Ik ga hem naar bed brengen, dan kan ik ook altijd nog even lekker lezen. Ik zit inmiddels op pagina 385, dus ik heb nog geen 100 pagina's gelezen, maar het schiet al lekker op. En zometeen gaat dat wel lukken, denk ik. Dus ik ben vandaag al erg tevreden. Morgen is die wel uit. En dan ga ik verder in het Engelse boek, denk ik. Of eerst Robijn lezen. Want volgens mij heb ik dat misschien sneller uit dan dat Engelse boek. Ik ga nog even kijken waar ik zin in heb. Deze ga ik straks lekker verder lezen en zie jullie bij morgen weer. Doei! Goedemorgen deze dinsdag. Dinsdag is het. Het is nog geen 9 uur, dus lekker vroeg. En ik heb energie. Ik heb energie om door het huis heen te gaan, alles weer even recht te trekken en klaar te maken dat ik, als er ooit kijkers komen volgende week of zo, dat het niet een hele grote opgave is om het huis helemaal klaar te maken. Ik heb ook energie om dit boek uit te lezen. Ik zit op pagina 422 en hij gaat tot 502. Dus 80 pagina's. Deze gaat uit vandaag. En dat voelt goed, want het is een wat dikker boek. En ik heb gewoon nog heel veel dikke boeken ook voor deze maand op mijn TBR-stapel liggen. Dus als ik deze uit heb, dan kan ik vandaag verder in, ik denk Robijn. Ik denk dat ik die eerst uit wil lezen. Zodat ik volgende maand het laatste deel uit dat boek kan lezen. En dat ik daarna in het Engelse boek verder ga. Zodat ik weer eventjes bij ben en daarna pas weer boeken van de stapel ga pakken.
Vandaag wil ik deze dus uit, dat is mijn doel. En nou ja, ook wel 50 pagina's nog in Robijn, als dat lukt. Ik hoef alleen vanmiddag even met Amy op en neer naar het ROC in Den Haag. Zij heeft haar laatste gesprekje, zeg maar, voordat haar opleiding in augustus begint. Een soort van toelatingsgesprekje. Ze heeft al twee cursussen, nou ja, mini-cursussen gedaan. En vandaag heeft ze nog een soort één-op-één gesprekje. En volgens mij is ze dan een soort van aangenomen. Dus dan moet ik even op en neer. Maar het is maar een half uurtje. Dus ik blijf daar dan wel ergens met de auto even staan. Dan ga ik even in de auto wel lezen of zo. En vanmiddag heeft Thomas een vriendje hier, maar die gaan dan altijd lekker spelen. Dus ik heb ook wel gewoon lekker de tijd om te lezen vandaag. Het zonnetje schijnt. Ik moest wel krabben vanmorgen, dus het heeft vannacht waarschijnlijk wel een beetje gevroren. Maar de lente hangt een beetje in de lucht voor mijn gevoel. Dus als het zonnetje schijnt en het is niet zo'n druilerige, regenachtige dag, heb ik ook gewoon wat meer energie. Dus ik heb mijn cappuccino. Ik ga lekker eventjes mijn spelletje even afronden. Dragomania speel ik volgens mij al 3,5 jaar. Echt heel erg, maar ik vind het echt leuk. En dan ga ik nu eerst even lezen, voordat ik weer even door het huis heen ga om alle bedden recht te trekken en zo. Ik denk dat ik mezelf even tot 10 uur op het lezen stort. Ik moet eigenlijk mijn wrap-up ook nog filmen vandaag. Misschien dat ik dat ook nog wel even ga doen. Kijken hoe het loopt. En anders doe ik dat morgen. Dus ik zal vanavond, als ik het niet vergeet, even een update geven of mijn boek uit is gekomen. En dan, nou ja, dan zien jullie mij later wel weer terug. Doeg! Zoals beloofd, zou ik nog even een update geven. Ik heb hem uit, wat ik ook graag wilde. Ik heb hem 4,5 ster gegeven. Ik vond het een heel gaaf boek. Zeker als je ook in het nawoord leest, dat het toch ook wel gebaseerd is op waar gebeurde feiten. De jaagster is eigenlijk een samenvoeging van twee vrouwen die tijdens de oorlog slechte dingen hebben gedaan. Dat heeft de auteur een beetje samengevoegd, omdat ze niet wilde dat de nadruk heel erg lag op alleen de jaagster, maar juist ook op de mensen die nou ja, jacht maakten op haar en op nazi's na de oorlog in het algemeen. Dus die eigenlijk meer in het boek naar voren liet komen, hun personages meer naar voren liet komen, meer uitdiepte dan alleen de jaagster. Dus dat vind ik wel een hele goede keuze, uiteindelijk. Ja, het is gewoon een heel gaaf, goed uitgewerkt verhaal. En nou ja, het heeft me gewoon geraakt. Ik vond het echt een aanrader. Toen ben ik een klein beetje verder gegaan in Robijn, dus het middelste boek. Wat ik wel jammer vind is als ik Robijn uit heb gelezen, dat ik alsnog op Goodreads hem niet kan aanvinken als zijnde uitgelezen. Want daar is het gewoon als trilogie tellend als één boek, zeg maar. Dus dat is wel een beetje jammer voor mijn reading challenge. Maar oké, ik ga hier straks wel nog even in verder. Want ik wil nou ja, hier nog wel even wat pagina's in lezen. Dus dat ga ik zo doen. Ik heb vandaag gesolliciteerd. De sollicitatie waar ik eigenlijk al een tijdje op zat te wachten. Of de vacature eigenlijk. Van een baan bij de bibliotheek in Zoetermeer. Die zag ik eindelijk online. Dus ik heb meteen nou ja, sollicitatiebrief geschreven. Mijn cv die ik nou ja, vorige maand had gemaakt. Kon ik nergens meer vinden online. Of in mijn mapjes op mijn computer. Dus ik moest ook even opnieuw doen. Dus dat heb ik gedaan. En ons huis is op woensdag gekomen vandaag. En binnen een uur, totdat de makelaar sloot. Dus er zal waarschijnlijk nog wel meer binnen zijn gekomen via mail. Hadden we al 3 bezichtigingen ingepland gekregen. Dus maandag komen er 2 kijkers. Of tenminste 2 aparte kijkers. En dinsdag ook nog een bezichtiging. Ja, en wellicht dat de komende dagen nog meer ingepland gaan worden. Dus dat is wel eventjes. Dan gaat het echt beginnen. Dus dit weekend zijn we waarschijnlijk druk bezig met nou ja, ervoor zorgen dat het huis klaar is om de deur achter ons dicht te trekken en te openen voor eventuele nieuwe bewoners. Super spannend allemaal. Dus dan zit je ook de hele tijd te kijken op Funda van ah, het is echt waar, het staat er echt op. Dus nou ja, leuk, leuk, leuk. Heb ik boeken vandaag met de post binnengekregen? Nee, geen boekenpost. Dus verder niks te vertellen dan dat ik dat boek uit heb gelezen. En ik nu weer verder ga in Robijn. Dus dat zou ik. Ik ben een beetje aan het wiebelen, sorry. Dat zou ik even doorgeven. Het is nu 8 uur.
En iedereen gaat nu een beetje Thomas naar bed brengen. De meiden gaan een beetje huiswerk doen. Ook douchen en dat soort dingen. Dus gewoon een relaxed avondje voor de boeg. Met een lekker boek. Dus ik zit er trouwens weer helemaal in. Het is wel weer even altijd wennen met zo'n boek. Uit 3 delen. Het is eigenlijk een serie. Als je er tijd tussen laat zitten in het vervolgdeel. Maar dit pak je goed op. Het is toch een kinderboek. Nou ja. Daardoor is het misschien wat makkelijker. Maar meteen weer spannend en tijdreizen en magie. En ik hou ervan. Jullie zien mij morgen weer. En dan geef ik wel weer een update van wat ik morgen allemaal wil gaan bereiken op leesgebied. Tot later. Morgen deze zonnige woensdag. Ik vind het zo lekker dat het weer een beetje, nou ja, stralender wordt. Een nieuwe dag. En ik heb weer goede moed om lekker veel te lezen. Ik ben gisteren in Robijn gekomen tot pagina 488. Nou weet ik niet meer waar ik begon eigenlijk. Maar volgens mij had ik iets van 50 pagina's gewild. Ik weet niet of ik dat heb gehaald. Vandaag wil ik eigenlijk de 600 aantikken. Want dan heb ik morgen het tweede boek hierin uit. En dan kan ik de rest van de week mooi aan dat Engelse boek verder. Want die ligt natuurlijk al een tijdje en ik wil daar gewoon ook lekker even mee opschieten. Dus ik ben volgens mij wel redelijk op schema. En er kwam gisteren, ik zag het pas vanmorgen in de brievenbus, een heel gaaf boek voor Thomas binnen. De Laatste Helden op Aarde van Max Brellier. Nou ja, weet niet precies. Met tekeningen van Douglas Holgate van een Netflix-serie. Dan moet ik zeggen dat we die Netflix-serie eigenlijk nog niet kennen. Thomas kijkt niet zo heel veel televisie. Die is meer op zijn computer gericht. Maar die ging dit boek vanmorgen op weg naar school in de auto eventjes inkijken. En hij was, nou, eenmaal zo'n smile op zijn gezicht. Zo zat hij dat zo te bekijken. Want volgens mij is dit echt perfect voor een jongetje die ook echt van gamen houdt zoals Thomas. Met allemaal zombies erin. Hele gave tekeningetjes allemaal. Dus ik zei al, hij is natuurlijk om 12:15 uit. Ik zeg, tijdens het boterham eten gaan we even op Netflix kijken. Of we deze serie kunnen vinden. Waarschijnlijk wel, want hij staat op Netflix. En dan ga je die lekker kijken. En dit boek gaat naast zijn bed om te lezen. Maar hij was hier meteen helemaal blij mee. Van uitgeverij Condor. Dus, mooie boekenpost weer vandaag. Volgens mij komt vandaag ook de Illumicrate box. Maar die kan ik nog niet openmaken, want die ga ik altijd met mijn zusje op video unboxen. Dus nou ja, die moet even dicht blijven liggen. En ik moet in huis lekker aan de gang, want we hebben nu 3 bezichtigingen staan. Het is nu vroeg nog, dus ik verwacht dat er vandaag nog wel een paar doorgebeld worden. Dus dat gaat ook mooi de goede kant op. Ik heb de boodschappen in huis. Zonnetje schijnt. Ik heb een beginnetje voor een blog gemaakt op de tablet of laptop daar. Dus dat ga ik vandaag ook nog verder doen. Gewoon lekker een beetje rommelen in huis, wasje draaien en genieten van Robijn. Nou ja, dat zijn mijn plannen voor vandaag. Als ik nog nieuws heb, dan tune ik nog wel even in. En anders merken jullie wel wanneer ik weer tevoorschijn kom op video. En dat wou ik eigenlijk, dat is eigenlijk het enige wat ik wou zeggen. Ik ga nu lekker lezen. Morgen deze donderdag. Ik zit klaar om mijn wrap-up te filmen. Ik stel het elke keer eigenlijk iets te lang uit. En nu denk ik van nee, ik ga het gewoon nu doen. Iedereen is naar school, naar het werk. Dus het is rustig in huis. Ik kan het nu even gaan filmen. Gisteren heb ik de 602 aangetikt. Dus ik wil de pagina 600 in ieder geval halen. Dat is gelukt. Dus vandaag zou ik hem uit moeten kunnen krijgen. Volgens mij is het nu nog 72 pagina's of zo. Dus dat moet gaan lukken. Donderdag, voor de rest volgens mij, afgezien van Thomas uit school halen, verder geen verplichtingen. Dus ik ga vandaag deze uitlezen en dan ga ik verder in de 10.000 Doors of January. Kijken of ik er nu wel een beetje in kan komen en anders, als dat nog steeds niet lukt, pak ik er een ander boek nog bij daarnaast, zeg maar. Want vanmiddag zijn natuurlijk de kinderen weer thuis, dus dan heb ik weer iets meer afleiding. Dus misschien dat ik vanmiddag juist eerst even een ander boek pak om mee te starten. En dat ik dat er weer, zeg maar, naast ga lezen. Gaan we even bekijken. Voor nu wrap-up filmen en daarna lekker naar beneden. Kopje thee erbij. Vanmiddag nog wel even strijken. Maar voor de rest, omdat we vorige week natuurlijk heel veel hier in huis hebben gedaan, valt het mee qua taken, zeg maar. Ik heb het allemaal goed bijgehouden. Dus ik zal vanmiddag even een update geven, denk ik, als ik het tweede boek hieruit uit heb gelezen. En dan, nou ja, laat ik wel even zien welk boek ik naast het Engelse boek erbij ga lezen. Op de momenten dat ik iets sneller word afgeleid, omdat er bijvoorbeeld gewoon mensen in huis zijn.
Dat zal ik vanmiddag even laten weten. Nu tijd voor mijn wrap-up. Die inmiddels, als deze online staat, deze vlog, staat de wrap-up inmiddels ook online. Dus heb je die nog niet gezien, kan je die nog gaan kijken. Doeg! Nou, even gauw een update. Het is bijna 1:30 en ik heb het tweede boek uit. Dus deze gaat nu op de stapel voor april, zegt dat goed? Ja, april. Om dan het laatste deel te lezen. Deze kreeg ik ook net binnen. Hij is zo mooi. The Animals at Lockwood Manor van Jane Healy. Een Waterstones exclusive. Kijk. Echt zo mooi. Dit is de bovenkant. Onderkant en dan de zijkant. Zo. En hij is ook gesigneerd. Dit kom ik dan weer gewoon tegen in een nieuwsbrief van Waterstones. En dan bestel ik hem, want dat vind ik hem gewoon heel erg mooi. Dus die kreeg ik binnen. Dus leuke boekenpost vandaag. Had ik al gezegd dat we in totaal maandag en dinsdag 14 bezichtigingen hebben dadelijk. Ik werd gebeld door de makelaar. Dus mogen dit weekend hard aan de bak om het allemaal spik en span te krijgen. Ik ga nu denk ik boven een makkelijker te lezen boek erbij pakken voor deze week. Om in combinatie met het Engelse boek een beetje af te wisselen. Dus ik ga boven kijken welke ik ga pakken en welke dat wordt. Dat zien jullie morgen dan. Want ik denk niet meer dat ik vandaag verder ga vloggen. En nou ja, ik ben tevreden. Het is donderdag en ik heb 2 boeken uit al. Helemaal goed. Jullie zien mij morgen en dan vertel ik wel welk boek ik heb gekozen en hoe ver ik ben gekomen vandaag en alle andere nieuwtjes. Dus tot morgen. Goedemorgen deze vrijdag. En het zonnetje schijnt niet, maar het is gewoon heel licht. En het te koop bord hangt op het raam. Kijk. Tadaa. Dus het wordt nu wel echt heel officieel. Dat was het eigenlijk al, maar toen ik gisteren hoorde hoeveel bezichtigingen er kwamen maandag en dinsdag of komen. Nou ja, en dan nu het bord op het raam. Ik heb gewoon goede hoop dat het huis snel verkocht is. Laten we daar gewoon van uitgaan. Ik ga zo eerst wat boodschappen halen. Dat wilde ik eigenlijk doen nadat ik Thomas meteen naar school had gebracht. Maar nou ja, sinds gisteravond mijn maag is een beetje van slag. Dus ik dacht, ik ga eerst even naar huis eventjes chillen en dan als ik me top voel of beter, dan ga ik naar de supermarkt. Dus dat ga ik zomaar even doen. Kan ik dat lekker loslaten. De vaatwasser draait, de was boven draait, alle bedden zijn opgemaakt. Dus nou ja, voor mijn gevoel kan ik een beetje een start maken. Vandaag heb ik mezelf opgelegd om ongeveer 150 pagina's te lezen. Ik ben gisteren met de dood van Harriet Monckton gekomen op pagina 58 of 59. Nou ja, een van de twee. En die wil ik vandaag tot 150 lezen. Om en nabij. Dus nou ja, iets minder dan 100 pagina's. En de 10.000 Doors of January. Daar was ik gebleven op, nou ja, 58, 59. Hoe is het mogelijk? Ik denk 58. Ik denk dat ik daar gewoon echt links moet beginnen. En die wil ik tot en met pagina 100 vandaag gelezen hebben. Dus, ik denk dat ik ze gewoon een beetje naast elkaar ga lezen. Wie weet dat ik ze dan allebei voor maandag nog uit heb. Als dat zo zou zijn, schouderklopje voor mezelf. Deze leest op zich best wel snel. Ik moet wel even in het verhaal komen, omdat je uit vrij veel, voor mijn gevoel, personages leest. Je leest vanuit de dominee, zeg maar. Je leest vanuit een jonge Thomas. Thomas, want het speelt zich af in Engeland. Die volgens mij een relatie had met Harriet Monckton. Je leest vanuit een vriendin. Die heet Frances. Even kijken. Er staan, even zien hoor. Het staat wel elke keer. Het zijn elke keer korte passages. Met daarboven duidelijk aangegeven wie er aan het woord is. Dus Thomas, eerwaarde George Farrell. Dat is dan de, hoe heet het? Dominee Frances, de vriendin. Oh, het zijn eigenlijk maar 3. Maar voor mijn gevoel kwamen er in het begin heel veel namen aan te passen. Dat ik eventjes moest switchen. Maar ik heb het idee dat ik er nu lekker een beetje in kom. Ja, en ben heel erg benieuwd. Want het begint al meteen met haar dood. Dus je weet al, ze is dood. Maar ik denk dat het verhaal zich natuurlijk verder gaat uitbreiden. Met wie, waarom, hoe. Nou ja, die manier. En ik vind de cover gewoon zo sfeervol. Ik zat eventjes. Zo'n ouderwets Engels stadje, Bromley, waar ik schijnbaar als kind dus ook een paar keer ben geweest volgens mijn ouders. Wij gingen natuurlijk altijd naar Engeland op vakantie.
Ik moet hier denk ik wel weer even inkomen. Want nou ja, die heb ik natuurlijk eigenlijk 1,5 week geleden voor het laatst volgens mij echt gelezen. Maar denk ik was nog niet zo heel ver. Dus dat moet wel lukken. Dus dat zijn mijn doelen voor vandaag. Naast, ik denk dat ik vandaag... Ik heb gisteren een beetje plakband van de raamkozijnen aflopen pulken. Je gaat nu dingen zien in het huis waarvan je denkt van... Oh, als kijkers komen zullen ze dat ook wel, zal ze dat ook wel opvallen. Dus dat moet ik doen. Terwijl je er al jaren gewoon mee leeft. Maar oké. Ik ga vandaag denk ik even alle ramen weer met mijn doeken schoonmaken. Want ik zag alweer een paar kuslippen op de badkamerspiegel. Waarschijnlijk weer voor een of andere selfie. Moet er natuurlijk weer op de badkamerspiegel een kus gegeven worden. Dat soort dingen. Dus ik vermaak me vandaag. Maar vanmiddag heeft Thomas hockeytraining. Dus dan is de hele bubs 1,5 uur ruim pleiten. Nu is ook iedereen weg. Maar net voor het avondeten. Dus dat is ook altijd een lekker moment. Om eventjes weer op de bank met een boek te chillen. Ik denk dat ik... Eerst even een paar pagina's gelezen, dan de boodschappen gaan doen en dan weer verder gaan met nou ja, wat ik allemaal in de planning heb vandaag. Oh ja, bloggen. Ik moet ook nog even wat blog schrijven. Dus, ik zal vanmiddag, als iedereen naar hockey is, denk ik even een update geven. Dus jullie zien me vanmiddag nog wel. Doeg! Goedemorgen deze zaterdagochtend. Zonnige zaterdagochtend. Andries en Fenna en Thomas zijn naar de hockey. Ik zou eerst ook meegaan, maar er moet dit weekend nog best wel wat weggestreken worden. Bedden verschoond, opgeruimd, schoongemaakt voor maandag voor de kijkers en dinsdag. Dus ik zeg, ik blijf wel thuis deze keer. Er komen nog genoeg wedstrijden om te kijken. Dan kan ik het een beetje verspreiden. Anders ben ik alleen maar morgen de hele dag bezig. En nou ja, ik vind het ook wel lekker om een beetje van het weekend te genieten. Dus ik heb al redelijk wat gedaan. Ik heb gisteren, nou ja, van de 10.000 Doors of January ben ik gewoon bij pagina 100 gekomen. Dat was mijn doel. Dus dat had ik voor gisteren gehaald. Ik wilde met de dood van Harriet Monckton op 150 komen. Ik heb 130 gehaald. Want gisteravond stond de televisie aan en ik zat beneden en dan ben ik toch afgeleid. Dus nou ja, dan ben ik snel, nou ja, dat ik niet echt meer volledig lees. Vandaag zal het iets minder zijn, maar ik... Ik wil in ieder geval 100 pagina's lezen. En van welk boek of dat ik dat split, dat maakt me niet zo heel veel uit. Daar ga ik gewoon even naar kijken. En ik kreeg gisteren nog een recensieboek binnen van Hemley Books. Het verlaten huis van Sandra J. Paul. 6 vrienden, een afgesloten huis, een geheimzinnige kist. Dus hartstikke leuk, spannend boek denk ik. Een jeugdthriller. Ben benieuwd. Het cover is in ieder geval... Spooky genoeg. Ja, zaterdag dus. Ik wil 100 pagina's lezen. Eigenlijk wil ik voor maandag wel 1 van de 2 boeken uit hebben. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Maar dan zijn ze misschien allebei volgende week gewoon uit. En dan maak ik aan het begin van de week een goede start met 2 uitgelezen boeken. Ik kijk hoe het loopt. Want vanavond is Wie is de Mol, dus dan kijk ik sowieso geen televisie. Het hele weekend ben ik natuurlijk ook gewoon bezig in huis en... Morgenochtend waarschijnlijk of maandagochtend ook nog wel. We gaan het zien. Ik ga in ieder geval wel lezen vandaag. Maar hoeveel en wanneer, dat is nog even de vraag. Dus dat laat ik nog wel even weten. Doeg! Middag deze zondag. Ik heb vandaag een beetje een luie dag. Ik heb bijna geen make-up op. Ik heb dezelfde trui als gisteren aan. Maar nou ja, dat maakt me niet zoveel uit. Het is een zondag. Lekker lui, wel een beetje in huis bezig, want de was moet weggewerkt worden. En nou ja, het huis moet natuurlijk klaar voor de bezichtigingen morgen en overmorgen. Ik heb net even boodschappen gedaan en toen ben ik even naar de Bruna gegaan. Want het is boekenweek natuurlijk. Dus ik heb daar even rondgelopen en ik heb het laatste exemplaar wat ze hadden staan van het nieuwe boek van Sarah J. Maas. Huis van Aarde en Bloed. Eerste deel in de Crescent City serie. Hele dikke pil, die heb ik meegenomen. Ik had gewoon een paar boeken in mijn hoofd waarvan ik dacht van nou, als ik ze daar zie liggen, kies ik er daar gewoon 1 van. En 1 van die was deze. Dus ik heb besloten om gewoon de Nederlandse te gaan lezen. Omdat, nou ja, ik denk dat het is natuurlijk een beetje fantasy-achtig, dacht ik wel. En als ik dat in het Engels ga lezen in zo'n hele dikke pil, ben ik bang dat ik niet alles optimaal meekrijg van het verhaal, zeg maar. En toen kreeg ik natuurlijk het boekenweekgeschenk erbij van Anne-Jet van der Zijl, Leon en Juliet. Heel klein, dun boekje. Geen idee waar het over gaat, maar altijd leuk.
Gisteren, was het gisteren? Volgens mij wel. Kreeg ik nog een recensie-exemplaar. The Letter for the King, de brief voor de koning van Tonke Dracht. En dan de nieuwe uitvoering van de Netflix-serie. Heel gaaf. Volgens mij heb ik dit boek vroeger... Ik weet eigenlijk niet of ik deze heb gelezen. Ik heb Kruistocht in Spijkerbroek gelezen. Ik heb Koning van Katoren gelezen. Maar deze weet ik eigenlijk niet. Maar ja, in ieder geval wel leuk ook voor mij om weer een keertje te lezen. Of te gaan lezen als ik hem dus nog nooit heb gelezen. En dit is dan een speciale, speciale cover, speciale uitvoering. En mijn Illumicrate box had ik al een paar dagen binnen. Hij was wel verlaat vanwege... iets wat uit China volgens mij moest komen, wat in die box zat. Dus we kregen hem al later. Mijn zusje en ik hadden eigenlijk, zoals altijd, het idee om hem samen op video te unboxen voor de boekenzusjes. Maar zij kon vrijdag niet. Ze had een persoonlijk dingetje. Zaterdag moest ze werken. En vandaag ging zij weer bij mijn oma... met mijn moeder samen en nog een paar ooms en tantes volgens mij een kast in elkaar zetten. Dus ik kon vandaag ook niet. Ja, en ik zeg, daarna moet zij gewoon weer de hele week werken. Dus dat gaat hem niet worden. Dus we hebben gewoon maar besloten hem gewoon te unboxen voor onszelf. En daar zat dit boek in. Echt super mooie cover. The Midnight Lie van Mary Rutkowski. Met sprayed edges en gesigneerd. En een brief van de auteur erbij. Even kijken hoor. Gesigneerd. Dus, daar ben ik heel erg blij mee, want ik hou van mooie covers. Ik ben inmiddels verder gegaan in deze. Nog niet in het Engelse boek. Ik denk dat ik daar morgen weer even in ga lezen als het weer rustig is hier. Ik zit inmiddels op pagina 268. Uitlezen ga ik hem dus niet, helaas, voor maandag. Maar ja, ik heb toch twee boeken uitgelezen, twee... redelijk dikke boeken. Een heel stuk hierin. De dag is namelijk nog niet voorbij. En ook weer verder gegaan in het Engelse boek. Dus ik ben eigenlijk ook wel best tevreden. Ik ga nu even gewoon lekker boven in alle rust even lezen. En wellicht dat ik vanavond nog even afsluit. Denk het wel. Dus jullie zien mij nog wel terug. Doeg! Nou, maandag en mijn haar zit voor geen meter. Ik moet de vlog nog even afsluiten. En dat ben ik gisteren vergeten, want vandaag komen de eerste 8 kijkers. Dus ik was gisteren druk bezig met van alles en ik heb nu ook al lichtelijk zweet op mijn lijf staan. Want het huis moet natuurlijk spik en span uitzien. Dus ik was gewoon vergeten, dus ik ga hem nu maar even afsluiten. Ik ben gisteren gekomen tot pagina 351. Dus ik ben niet helemaal tevreden, want ik wilde hem eigenlijk uit hebben. Maar ja, dat is niet gelukt. Eigenlijk wilde ik ook het Engelse boek nog uit hebben. Maar deze loopt tot 505. Dus wellicht dat ik hem vandaag uitkrijg. Dus dat zou dan wel weer een goede start van de nieuwe week zijn. Maar ja, dat zien jullie pas volgende week of me dat is gelukt. Ik heb deze week dus 2 boeken uitgelezen. De Jaagster en Smaragd. Robijn, Onyx. Nou, in ieder geval 1 boek van dat dikke blauwe boek van die trilogie. En hier heel erg mee opgeschoten. En ook tot ongeveer pagina 100 in dat Engelse boek. De 10.000 Doors of January. Dus ik ben redelijk tevreden. Aangezien de omstandigheden natuurlijk deze tijd en waarschijnlijk de komende weken nogal hectisch zullen zijn. Qua verhuizen, dit huis verkopen, et cetera. Dus... voor de ontspanning heb ik mijn boeken gelukkig. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel die momenten echt pak. Dus ik ben op zich heel erg tevreden. Dan ga ik hem maar afsluiten. Dank je wel weer voor het kijken naar deze leesvlog. Nog een paar weken in dit huis. En daarna dan zal het in het nieuwe huis zijn. Dan zal ik ook wel even een tour doen tegen de tijd. Dat mijn boeken ook allemaal een plekje hebben gekregen daar. Maar ja, dat is toekomstmuziek voor nu. Bedankt voor het kijken en tot de volgende leesvlog.